Final Fantasy 15 DLC wordt gecanceld, Destiny 2 verkoop valt tegen en Blizzard zag de Diablo Immortal Backlash niet aankomen. Ik ben Dimitri en dit zijn de nerdnieuwtjes van week 45 2018. Final Fantasy XV-regisseur Hajime Tabata heeft Square Enix verlaten en de uitgever cancelt gelijk 3 van de 4 aankomende DLC-pakketten. Tabata maakte zijn regiedebuut in 2004 met de mobile game Before Crisis Final Fantasy VII en is vooral geliefd dankzij zijn werk aan Final Fantasy Type-0. Hij geeft aan de fans dankbaar te zijn voor hun support en zegt zijn eigen studio te starten om aan zijn droomproject te gaan werken. Maar zijn vertrek komt niet uit het niets vallen, want eerder gaf Square Enix aan in hun jaarcijfers $33 miljoen verlies te gaan leiden. Square geeft aan namelijk 3 van de 4 aankomende DLC-pakketten te cancelen om zo Luminous Productions, de studio achter de DLC, op een nieuwe, onaangekondigde AAA-titel te zetten. Het laatste DLC-pakket dus, wat uit gaat komen voor Final Fantasy XV, staat gepland voor een release in maart 2019. Er waren slechts 8 dagen voor nodig, maar Red Dead Redemption 2 heeft al 17 miljoen exemplaren verkocht. Dat is meer dan de vorige game in 8 jaar is gelukt. En dan is de online beta van de game nog niet eens live, dus verwacht dat deze titel nog beter gaat verkopen als de open beta voor het eind van deze maand is begonnen. Een uitgever die minder blij is over hun verkoopcijfers is Activision. In ieder geval als het over de verkoopcijfers van de Destiny 2 uitbreiding Forsaken gaat. Het is dan ook niet toevallig dat de uitgever de PC-versie van Destiny 2 gratis heeft gemaakt tot 18 november. Op die manier hopen ze toch nog wat spelers binnen te harken die de game in ieder geval een kans willen geven om uiteindelijk de uitbreiding alsnog aan te schaffen. Prima Games, een van de weinige uitgevers van Strategy Guides, moet haar deuren sluiten. Na 18 jaar trouwendienst blijkt het te moeilijk voor het bedrijf om haar hoofd boven water te houden. Gamers kiezen toch wel snel voor het internet als ze vastkomen te zitten in een game. 2 van de 3 kantoren zullen de komende week al gesloten worden, terwijl het derde en laatste kantoor tot het voorjaar van 2019 door zal blijven gaan. Hun gidsen van Fallout 76 en Super Smash Bros. Ultimate gaan nog wel gewoon uitkomen. Vorige week maakten we bekend dat Blizzard Diablo Immortal heeft aangekondigd op BlizzCon en dat de fans niet bepaald blij waren dat de volgende Diablo-titel een mobile game is. Maar de hoeveelheid negativiteit die Blizzard dat weekend over zich heen kreeg, dat zagen ze niet aankomen. We nemen je even mee terug naar vorig weekend. Blizzard sluit hun grote presentatie op BlizzCon af met de aankondiging van Diablo Immortal. Deze presentatie wordt bijgewoond door fans van Blizzard die honderden dollars hebben betaald om binnen te komen. Een groep aan hardcore PC-gamers. Je snapt dat de aankondiging dat de volgende Diablo-game een smartphone-spelletje is, niet echt goed werd ontvangen. Hey, just was wondering, is this an out-of-season April Fool's joke? Na de aankondiging was het boegeroep van het publiek genoeg reden voor Blizzard om te vragen of de mensen daar geen smartphones bezitten. Een opmerking die de situatie niet bepaald beter maakte. Niet voor niets is de aankondigingstrailer al 600.000 keer gedisliked op YouTube. Maar eerlijk is eerlijk, Blizzard had van tevoren al aangegeven dat er geen Diablo 4 aanwezig zou zijn. Maar dat is voor de fans geen reden om een mobile game te verwachten van de ontwikkelaar die altijd pro-PC was. Inmiddels heeft het bedrijf wel aangegeven dat Diablo 4 natuurlijk in ontwikkeling is, maar het feit dat Blizzard een van zijn grootste franchises koppelt aan mobile gaming, een industrie die bekend staat om het gebruik van microtransacties en de misbruik van gokverslaving, is voor veel fans reden genoeg om te denken dat Blizzard zijn ziel aan de duivel heeft verkocht. Maar kan Diablo Immortal nu überhaupt nog succesvol worden? Ja, wij denken van wel, al is het alleen al in China waar de game ook wordt ontwikkeld. Maar voor de vele westerse fans die liever op de PC of console aan een Diablo fix willen komen, is deze titel nu al gedoemd om te mislukken. Hey, bedankt voor het kijken. Ben jij in ieder geval bereid om Diablo Immortal te proberen? Laat het ons weten met een comment. Like en deel deze aflevering om ons te helpen groeien en neem vooral een abonnement als je dat nog niet hebt. Voor meer nerdnieuwtjes volg je ons op Twitter of check je de aflevering van vorige week. Plus Brit haar filmnerdnieuwtjes van afgelopen woensdag die ik met Mus van Hoelestem heb mogen inspreken. Enjoy!